nieuw badje opgezet. En meteen een dankbare zwemmer. Dat is lekker, hè? Dat is lekker. Ja, kom jij er ook weer eens even in. Kom maar. Lekker je veren wassen. Van de andere kant opstappen, hè? Daar ligt een balk. Hier kan hij er niet bij. Kijk, als ze nou even daar opstapt. Ja, erop. Erop. Ja hoor, erin. Nou, eindelijk kan ze weer lekker schoon water poedelen. Nou, je kan er voorlopig even nog niet uit. Even wachten tot hij wat voller is. Natuurlijk eigenlijk heel onwenselijk. Dan zitten ze hier bij de sloot. Op zich is die helft, op zich is dat deel van de sloot is dus een beetje gedempt. Dus er liggen allemaal takjes en blad, dus daar kunnen ze niet doorheen. Dat is best hard. Maar ze komen ook niet zo makkelijk meer terug. Ik begrijp ook eigenlijk niet hoe die hen daardoor eroverheen is die gevlogen. Want die kuikens kunnen door het hek heen. En het zijn er nog steeds 9. Ik weet nog niet of het in het begin er echt 10 waren, maar goed, er zijn er nog steeds 9. Voor een hele tijd. Dus wat dat betreft doet ze het heel goed. Maar waarom je dan per se hier weer moet, dat is mij een beetje een vraag. Die ganzen zijn hier en die hebben een rare fascinatie voor kuikens. Dus dat moet ik toch ook een beetje opletten. Dan gaan ze lekker eventjes zwemmen. Ik weet niet of die witte er ook nog naartoe gaat. Ga maar. Kom maar zwemmen. Nee, zij heeft er geen zin in, blijkbaar. Komt hij ook weer aan de kant. Goed zo. Zullen we dan maar weer naar de tuin gaan? We zijn weer eens bij die caravan. En ik was natuurlijk zo druk bezig met die kuikens bij die konijnen dat ik in één keer gepiep hoor. Waar ik helemaal niet zo erg op had gerekend. Omdat het hier weer een komen en gaan was van eieren en kippen en van alles en nog wat. Mag ik even kijken, dames? Kijk nou toch. God, een heleboel. En er zitten er dan ook een heleboel op. Mag ik heel eventjes kijken? Oh, kijk nou, er is er net eentje uitgekomen. Ach, gosh. Ja, die Guusje en die Spikkel, die vertrouw ik eigenlijk niet zo. Want die zijn toch altijd een beetje raar. Oh, kijk, ja, zie je, daar ligt er hier... Ligt er hier eentje dood. Nou, die moeten we toch even goed in de gaten houden. Als jij nou eens even lekker hier gaat zitten.
met zo'n kuiken. Is dat niet een goed idee? Want, nee, zie je, dat is ook geen goed idee. Die kleintjes, die doen het gewoon niet zo goed als moeder. Nee, hou eens even op. Kijk, daar zit een eentje, die is helemaal... Die spikkel. Ik weet het niet. Er liggen zoveel eieren onder. Nou, dat heb ik even uit het oog verloren. Dus ik moet eerst eens even kijken hoe dat allemaal bebroed en ontwikkeld is. Er zitten in ieder geval twee kuikens. En een hele mooie, maar wel een dooie. En hebben we jou nog steeds, hè? Mag ik eens even kijken? Nou, dat is een natuurlijk. Kijk. Moeder duif zit op een hele schaal met takjes. Natuurlijk geen ei, want ze kan geen eitjes leggen. Maar ik krijg waarschijnlijk volgende week, dus ik hoop dat ze het nog een beetje volhoudt, krijg ik eitjes van mijn vriend Kees. En dan hoop ik dat we weer een rondje duivenkuikens doen. Dat is leuk. Zo, nou, een beetje de boel geordend. Hier zat er ook nog één op één. Dus ik heb de meeste eieren aan een brave Brahma gegeven. Die kan dat namelijk wel. Deze zit op dingen. Maar ik hoop dat ze blijft zitten in er eentje. En deze hebben dus samen één kuik en nog drie eieren. En dit is een soort niet tot half ontwikkeld, dus dit gooi ik weg. En dan hoop ik dat het een beetje, nou ja, ontspannen blijft, zeg maar. Je weet het nooit, hè, met die beesten. Dus, ach, ze zijn wel schattig, maar... Ik heb nog nooit echt goede cochine moeders gehad. Ga je mee? Alsof dat lekker is, dat water. Kippen eten niet alleen graan, die eten dus alles. En dus ook zo'n wortel. En moeders breekt er dan kleine stukjes af. Voor de kuikens. Tussen liggen snuf en snuit, liggen lekker hier een beetje te zonnen. Zitten de ganzen lekker aan de overkant te grazen. En geniet iedereen van het relaxte weer eindelijk. Nou, dit en Jul zijn hartstikke klaar voor eitjes. Ze zitten eigenlijk de hele dag hier in het duiventil. Zij weer op zo'n nest en hij er een beetje bij. Soms ernaast, maar ja, er zijn natuurlijk geen eitjes. Dat kan ze niet. Maar gelukkig zijn er eitjes. Auw, in het vooruitzicht. Ja, jij krijgt weer eitjes. Nou, dat is even gezellig. Volgende week pas, dus ik hoop dat ze dit volhouden. En dan nou, kijken we wel weer eventjes. Hè? Druk te maken. Kijk, zij kan ook helemaal losgaan. Oh, en poep meteen in het water. Nou ja, zeg.
Een mooie schone water. Zo. Ja, daar ben je niet schoner van geworden. In zijn vorige leven is die aalscholver geweest, denk ik. Ga je even kijken in dat hutje. Ja, daar zit die kip in. Ja, wil je even zitten? Oké. Nou, uiteindelijk maar even alles uit elkaar gegooid. Die zit dus te broeden. Die heeft een paar eitjes. En de kuikens heb ik hier even ondergebracht. Het zijn er dus nog twee. En ze zijn, oeps, allebei nu opgedroogd. Die is van net die natte. Ik heb hier bakjes met voor. Ik denk dat ze kuikens hebben nog helemaal geen trek hoor, want die ene die is natuurlijk net uit het ei. En een bakje met water. Zo, kijk eens eventjes voor jou. Oh, kijk eens eventjes voor jou. Water en eten. Dus zijn die vakjes groot genoeg? Krijg jij ook een beetje eten, want je zou ook wel honger hebben. Maar die Brahma's die zijn altijd zo braaf. Dus die zit lekker daar. Die kuikens hebben we niet echt nodig. Maar goed, uiteindelijk. Hoe minder je er dan doet, hoe beter het gaat met die kippen. Dus hoe beter de uitkomst is en zo. Dus prima.